We zitten in jullie mooie nieuwe hut. En ik heb even een vraag. Weten jullie wat roddelen is? Nee, dat weet ik echt nooit van. Gelukkig maar. Maar er is... Zal ik je uitleggen wat roddelen is? Roddelen is dat je een beetje zo... over iemand anders gaat praten. Oh, ja, dat. Een soort van geheim fluisteren. Ja, een beetje geheim fluisteren. Maar vaak... Maar vaak doe je het dan over iemand anders, snap je? Maar er is één hele leuke manier van roddelen. En die heet positief roddelen. Dat betekent dat je het over iemand anders hebt. Wij gaan het dus straks over papa hebben. Maar alleen maar de fijne, leuke dingen van papa gaan we zeggen. Snap je? Ja, ik snap het. Ik dacht al iets zoiets. Zoiets. Ja. Dus wat wij gaan doen. En ik begin straks. We doen gewoon net of papa ons niet hoort. En dan gaan we allemaal de dingen die we fijn en leuk en lief en goed aan papa vinden, gaan we het over hebben met elkaar. Oké. Ja? Zal ik beginnen? Mag ik? Ja. Of weten jullie al iets? Ja, ik weet het. Oh, jij weet al iets. Oké, maar een beetje op zo'n manier dat het niet hoort. Hè? Een beetje zo stiekem. Ja? Nou, hij mag het trouwens wel horen, maar wel een beetje zo stiekem. Ja? Zeg maar. Of was je hem vergeten? Zal ik het even doen? Als... Nee, ik weet het. Oh, jij weet het. Ja. Ja. Papa is toch heel erg stoer. Een hele stoere papa hebben wij. Ja, dat vind ik wel. Ja, jij weet er ook in. Ja. Hele. Je mag het wel iets harder, want dan horen de mensen ook. Dat is eigenlijk wel leuk. Papa is heel... lief. Ja, weet je wat ik ook zo fijn vind van papa? Maar echt zo fijn. Dat hij je liefde geeft. Ja, dat hij me liefde geeft, dat natuurlijk. En dat hij levenslessen opneemt. Dat hij onze levenslessen opneemt. Maar ik heb nog iets. Wat heeft hij gisteren hier allemaal in huis gedaan? Opruimen. Ja, maar ook de buur. Hij heeft geschilderd. Hij heeft geschilderd. Ik ben klussen. Papa kan zo goed klussen. Ja, hij heeft dat huis helemaal gemaakt zelfs. Ja. Hij heeft zelfs meegeholpen met het huis. Nou, dit bedoel ik dus, hè. Hij heeft de televisie gekocht. En hij zorgt goed voor onze tuin. Ja, dus echt. Hij geeft de plantjes water. Ja, nou, kijk, weet je, eigenlijk. Groot tuin. Eigenlijk kunnen we hij dus wel heel lang. Vogelhuisjes op. Dat. We kunnen wel heel lang eigenlijk doorgaan over papa. Maar vindt een van jullie misschien ook leuk om even dat wij over jou gaan roddelen? Ik. Oké, doen we deze even af en dan gaan we daarna nog even over Lou roddelen. Ja, dankjewel. Okay.